Hallo mensen, welkom terug in Spintars. En als jullie de vorige video van mij hebben gezien, dan weten jullie dat ik de Jeep heb geunlocked. Die kwam, als ik de map weet te openen. Ja, wat was de knop voor de map ook alweer? Dit was de knop voor de map. Die vond ik namelijk hier. Hier staat mijn andere auto nog. En die moet ik hierheen voor de lumber en de type C65220. Ik heb al een beetje gereden met die Jeep en die is echt moeilijk door dit terrein. Dus ik ga nu over weer tot deze auto. Omdat deze ook al dichterbij staat. Waar ik dus naar heen moet voor lumber. En deze volgende auto is trouwens ook de laatste auto die ik moet unlocken. Dan heb ik alle auto's voor deze map geunlocked. Dus als eerste ga ik maar eens even achteruit. En dan moet ik het pad linksom volgen. Dat moet ik onthouden. Linksom. En dan komt het hopelijk allemaal goed. Klinkt goed. Van de parking brake af. Is achteruit. Even. Volgens mij was hier nog een ravijn. Oh, ja. Tje. Die is hier inderdaad. Dus laat ik daar maar even niet ingaan. Oh, dat is een boom. En on we go. Ik ga hem even in teaseren. Nee, toch niet. Oh, mijn parking brake zit aan. Ik dacht, huh? Waarom doet hij het nu opeens niet meer? Zo. Ik had er nog niet in all-wheel drive staan. Dus ja, dan is het toch wel moeilijker. Ik moet naar links. Dus als ik het goed heb dat dit al het pad was. Hier is ook het einde van de map. Dat kun je ook zien. Gewoon geregeld door stoptekens. Oh. Stop een boomstam. En hier gaat naar beneden. Maar hoe moet ik rijden? Ik kan linksom en rechtsom. Maar daar wordt het water. Maar het is waarschijnlijk wel leuker. Ook voor jullie, zeg maar. Om te zien. Oh. Gaat toch wel doorheen komen? Ja. Oh, dan ga ik alsnog naar rechts. Maar, dat pak ik het uit. Oh. Oh nee, ik dacht heel veel dat het kwam dat ik niet naar mijn 2 kon. Maar mijn motor sloeg gewoon af omdat ik mijn koppeling niet goed genoeg indrukte. Hier is dat poeltje water, denk ik. Oh, dat is een boom. En ik rijd volgens mij verkeerd. Oh! Ik ben daar al lang voorbij. Ik moet even achteruit. Ik ben er echt al lang al voorbij. Maar goed, ik moet even achteruit en dan daar links steken. Ja. Tje. Achteruit. Level op. Au. Oh. Geen probleem.
verkeerde knop. Het belpje kan al omver gereden worden. Ik zie daar boomstammen, oftewel lumber. En het gaat nu fout. Nu raak ik namelijk steeds dieper de modder in. Het komt door die stenen die hier liggen. Ja, we zijn weer zelf aan het ingraven. Even proberen hier wat hoger te komen zonder op te vallen UB, wat nu aan het gebeuren is. En ik vrees dat ik nu wel echt vast zit, of toch niet. Volgens mij was ik in het echt hier niet uit losgekomen, maar gelukkig is dit een spel. Misschien hebben we een tweede versnelling. En zonder diff lock. Nee, ik ben steeds dieper aan het ingraven. Ik kan me gelukkig dit doen. Oké, het gaat toch nog helemaal goed. Ik kom dus steeds dieper. Ik bedoel, ik val een soort van achterover. Dus hopelijk kan ik naar een volgend punt. Zo irritant, je kunt de camera niet echt bewegen. Nee, de camera in dit spel mag echt zo erg verbeterd worden. Goed. Volgens mij ben ik er. Oh, volgens mij, als ik deze nu loshaal, kan ik verder rijden. Oh, hier staat een tankauto. Niet helemaal waar ik op had gehoopt. Maar ja. Waar ik op had gehoopt was een auto waarbij ik tenminste dit hout kon vervoeren. Ja, aan deze auto heb ik daar niet echt iets. Voor dat. Of kan ik hier gewoon. Ja, precies. Need to install long lock trailer. Cart with crane or lock cart. Need to install carriage. Oké, dan ga ik nu deze auto terugbrengen naar de garage om dan de lampen ervan af te halen. Oh nee, de beacons ook niet. Waar staat datgene wat ik nodig heb? Carriage, hier. Oh. Het ging niet helemaal goed.
Ik ga wel weer dit doen. Een garage card. Dat ga ik maar niet doen. En ik neem de... Ik ga even kijken hoe het gaat met de highway wheels. Ik vrees dat dat heel slecht gaat. Goed, wat jullie probeert, kun je ook niks over zeggen. En ik rijd nu wel echt helemaal de verkeerde kant op. En zoals ik al zei, de highwaywielen waren niet bepaald een goede keus. Ik zat nu al bijna vast. Dus ga ik weer gewoon lekker naar de normale wielen toe. Oké, ik denk dat ik officieel vast zit. Nee, toch niet. Achteruitrij manier krijgt je praktisch altijd vrij, volgens mij. Dat ik nu niet dezelfde kant op ga sturen. Wat ik dus wel deed. Maar goed, ik ga nu gewoon even lekker rustig naar het hout toe rijden. En dan zie ik jullie daar weer. Als ik er kom. Dat is toch even de vraag. Maar het gaat goed natuurlijk. Kijk, ik ben dus nu bij het benzinestation aangekomen. Daar neem ik dan ook wel even profijt van. Ik heb alleen wel een beetje last in mijn voet van het gaspedaal de hele tijd indrukken. Dus het is goed dat ik nu even een stop hier mag maken. Wat moet ik doen? Oké, ja. Ik ben nu... Oh. Druk telkens op de toeter om naar deze camera-posities te komen. Maar dat werkt natuurlijk niet. Als ik het goed heb, moet ik hier weer links. Ik ga niet op de kaart kijken dit keer. Ja, dat moet echt noorden. Die andere weg zal alleen maar naar het oosten gaan. Oh, hier kom ik weer bij het hutje. Waar ik dus de vorige keer ook vast kwam te staan. Oh ja, dan moet ik een stukje terug en naar links. Moet ik hier erin. Als ik het goed heb. Even het heuveltje heen. Voor mij ben ik de vorige keer hier links gegaan. Of toch niet. Het ziet er niet naar uit. Maar ik ga nu maar gewoon door. Het komen doe ik waarschijnlijk toch wel. Ja, hier ben ik eerder geweest. Hier zie ik sporen van banden in de modder. Ik denk dat ik er eigenlijk al bijna ben. Ja, nee, niet. Laat maar. Maar zo tegen gaat het heel snel. Ik moet dus opletten dat ik niet al te veel tijd naar links moet. Hier wel, als het goed is. Ja, wat is dat rotpunt waar ik de rest toen ik nog op vast kan te zitten. En nu weer. Ik ben zelfs op mijn zij komen te liggen. Dat is niet zo heel goed. Oké, dan.
Werkt mijn winch nu nog? Nee. Oké, ja, dat zorgt er een beetje voor dat ik niet zo heel veel meer kan doen. Mijn motor staat niet eens meer. Maar goed, ja, ik ga dan nu maar zeggen. Ik bedank jullie al wel heel erg voor het kijken. Want ja, ik kan nu niet echt verder. Dus ja, ik ga dit zo laten. Ik ga in de volgende video ga ik een andere auto hierheen brengen. Zodat ik deze auto weer rechtop kan zetten. Ik bedank jullie dus allemaal heel erg voor het kijken. En ik zie jullie allemaal weer in een volgende video. Ciao!